Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie twee lipkits uittesten van de Zeeman. Namelijk de Magical Velvet Lip Gloss en Lip Liner Lip Kit. Ik heb deze dus bij de Zeeman gekocht. En omdat ik nog nooit make-up van de Zeeman heb uitgeprobeerd, leek het me wel leuk om deze te gaan uittesten met jullie. Om te kijken of deze de moeite waard zijn om eventueel voor naar de Zeeman te gaan. Dus mocht je benieuwd zijn of deze lipkitjes een beetje bevallen en of ze dus de moeite waard zijn, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Deze lipkitjes kosten €2,69 per stuk. Ik heb er dus twee gekocht, want ze hadden ze in twee kleuren. Dus dat vond ik wel heel tof. Ik heb hier allereerst een roze-paarse kleur. Het is van het merk Sense Beauty. Het zegt mij verder eigenlijk niet zo heel veel, maar dat is deze. Ik vind de verpakking ook heel tof, althans de kaart waar die op komt, omdat het echt een vorm van een lip heeft. Beetje jammer is dat prijsstickertje hierop. Dat merkte ik bijvoorbeeld al met foto's maken, maar die kon ik er ook niet afhalen, want dan scheurde ik alles kapot. Dus dat was niet zo heel handig. De lip liner heeft 1 gram aan product en de lip gloss heeft 4 milliliter aan product. Ze zijn vegan. Dus dat is altijd natuurlijk wel mooi meegenomen. Dus dat is deze paarse kleur. En ik heb dan ook nog deze rode kleur. Ik vind ze zelf wel heel tof. Ik moet zeggen, ik heb dus nog nooit make-up van Zeeman uitgeprobeerd. Ik weet bijvoorbeeld dat ze heel soms ook van die Douglas paletjes hebben liggen. Maar die heb ik bij de Zeeman, waar ik altijd kom, nog nooit gevonden. Maar deze dus wel. Ik ga ze er eventjes uithalen. Als dat wil natuurlijk. Ja, het wil. Je krijgt dus een lippotloodje. En die ziet er zo uit. Oh, focus. Nou, hij ziet er dus zo uit. En het is eigenlijk een heel basic lippotloodje. Het is een potloodje wat je wel zelf moet slijpen. Daar ben ik over het algemeen niet zo heel groot fan van. Maar op zich, als die verder smooth is, is het wel fijn. Dus dat is het lippotloodje. Ik ga ze uiteraard zo ook even swatchen. En dit is dan de lipgloss. Ik vind het wel mooi, ook met die gouden details zo. Dus dat is wel heel tof. En ik vraag me ook af of het echt een gloss is of dat hij een soort van mat opdroogt. Hij heeft zo'n applicatortje. Ik heb er een beetje moeite mee, maar hij doet het. Ik zal ze ook eventjes swatchen. Dat is wel handig natuurlijk om te zien. Dit is dan de paarse kleur, de paarse swatch. Ik zal de rode er uiteraard ook eventjes naast doen. Die heeft verder gewoon precies hetzelfde. Het enige is dus dat hij dus rood van kleur is, zoals je kan zien. En eigenlijk deze is dus ook rood, maar verder is alles hetzelfde. Dus dat is wel heel tof. Ik zal deze eventjes hiernaast swatchen, zodat we even het verschil kunnen zien. Ik moet wel zeggen dat het lippotlood zo op mijn hand wel heel smooth uitziet. Dit is dan de rode. Dus ik ben benieuwd. Ik ga gewoon eens een van deze kitjes nu eerst aanbrengen. En dan gaan we het wel eens eventjes zien of dat het de moeite waard is. Zo, jullie zijn ingezoomd en ik ga de paarse kleur aanbrengen. We gaan beginnen met het lippotlood. Ik heb er wel even een spiegeltje bij gepakt, want ik weet natuurlijk anders niet precies wat ik doe. Dan moet ik in het scherm van de camera kijken. Dus deze ga ik nu gewoon aanbrengen. Ik moet zeggen, hij gaat op zich best wel smooth over de lippen heen. Dus op zich gaat dat vrij makkelijk. Hij doet ook verder geen pijn en dat is vaak wel met de potloden waar ik bang voor ben. Dus op zich is dit niet heel verkeerd. Dus dat is al een voordeel. Dan gaan we natuurlijk even de lipgloss eroverheen aanbrengen. Zo, en ik ben dus wel heel erg benieuwd wat hij dus gaat doen. Of dat hij dus
daadwerkelijk echt voor lipgloss is, of was dat die een soort van mat gaat zijn. Als ik het zo zie, lijkt die mat, maar dat weet ik natuurlijk nog niet zeker. Laten we het eens uitproberen. Oké, hij is een beetje uitgeverfd, dus ik ga dat even fixen. Hij voelt wel heel fijn aan. Ik denk wel dat hij mat opdroogt, maar ik zal eventjes die lijntjes netjes drukken, want dit ziet er natuurlijk een beetje raar uit zo. Ik moet zeggen, ik vind hem wel heel tof. Ja, lipgloss. Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom hij de naam lipgloss heeft gekregen, maar het is wel een velvet lipgloss. Dus ja, als ik het zo zie, wordt hij gewoon mat. Ik zag ook net met de swatch, ik heb mijn hand net schoongemaakt, maar je ziet best wel nog wat product zitten. Dus ik heb het idee dat hij best wel goed zal blijven zitten. Ik merk inderdaad nu ook echt wel dat hij mat wordt. En dat vind ik zelf wel heel mooi, want ik hou daar wel van. Ik vind deze wel heel erg leuk al. Het is tijd om de rode set te gaan testen. Dus ik heb een spiegeltje er weer bij gepakt en het setje uiteraard. Wat ik wel heb gemerkt is dat je lippen wel heel erg droog worden hiervan. Dus ik heb dat sowieso best wel snel. Dus wat ik dan aanraad is om eventjes, als je het verwijderd hebt, naderhand eventjes een lekkere vette lippenbalsem op te smeren. Of eventueel lekker wat lipolie, zodat je lippen weer even gehydrateerd worden. Want je lippen worden er wel heel droog van. Maar goed, ik ben benieuwd. Dus ik heb hier het potlood. Die ga ik weer aanbrengen. Het ging best wel weer smooth. Hij moet hier iets doorgetrokken worden. Ik vind dat het ook best wel een beetje, soms best wel lastig wordt om dit netjes aan te brengen. Maar hij zit er weer op. Ging best wel makkelijk. Ik had wel het idee dat deze iets meer pijn deed. Maar dat kan ook komen omdat mijn lippen momenteel gewoon wat droger zijn. Over het algemeen zeg maar de lippenbalsem die je, of de lippotloden die je uit kunt draaien, die zijn iets zachter qua structuur. Maar omdat dit echt een potlood is, doet het iets meer pijn. Maar dat is persoonlijk hoor, dat is bij mij. Maar ik vind hem wel heel mooi. Er zit een goede pigmentatie in. Nu de lipgloss aanbrengen. Ja, ik snap eigenlijk niet waarom ze het lipgloss noemen, want het is eigenlijk gewoon een liquid lipstick. Oké, laten we hem aanbrengen. Hij zit erop, maar ik ben wel weer iets buiten de lijntjes gegaan. Dus ik ga dat eventjes netjes wegwerken. En dan ga ik eventjes, dan kom ik zo gewoon even bij jullie terug als ik hem netjes heb gemaakt. Want dit ziet er natuurlijk niet heel mooi uit, want hij is hier een beetje gelekt en hier ook. Dus dat kan natuurlijk niet, dus dat moet eventjes netjes. Zo, ik heb hem even recht getrokken. Ik weet niet of jullie het heel goed zien. Ik zie hier bijvoorbeeld wel een heel klein rood vlekje. Ik heb hem direct dus, nadat ik hem aangebracht heb, wel proberen... weer netjes te maken. Ik moet zeggen dat gaat op zich wel, omdat hij dan nog niet droog is. Maar je ziet wel een heel klein vlekje. En ik ben bang als ik er nog meer overheen ga, dat ik dan echt een clownsmondje krijg. Maar eigenlijk op zich kun je hem wel makkelijk weer recht trekken, als je hem maar niet laat drogen. Ik vind de kleur echt wel heel erg mooi. Ja, ik hou zelf heel erg van rood. Hij voelt... Ja, voor nu gewoon prettig aan op de lippen. Maar nogmaals, nadat je hem echt een dag hebt gedragen, dan ga je het wel minder voelen. Hij blijft ook best wel goed zitten hoor, moet ik zeggen. Best wel een paar uur. Hij geeft wel heel licht af. Dus het is niet dat hij helemaal niet meer afgeeft. Maar ja, ik vind hem er zelf wel heel tof uitzien. Dus ik ben er wel eigenlijk heel tevreden over. Nou, mijn eindconclusie van de Lip Kits. Ik vind ze echt super leuk. Ze voelen heel fijn aan op de lippen. Ik merk gewoon inderdaad dat hij lekker mat opdroogt. Maar ik merk wel dat het geen plakgloss is. En ik vind zelf met lipgloss altijd het nadeel dat geplak van je haren in je lipgloss. Maar ik vind het zelf wel heel erg leuk.
ja, ook gewoon leuk met de lipliner. Ik vind dat toch altijd vaak een mooie combinatie. En een lipliner zorgt er ook weer voor dat je niet zo snel buiten de lijntjes gaat. Oké, dat ging bij mij even mis. Maar je kunt het wel heel makkelijk weer recht trekken. Dus dat is wel heel fijn. Dus ja, ik ben enthousiast. Ik ben er heel blij mee. En zal ze met veel plezier gaan gebruiken. Eigenlijk voor zo'n kleine prijs vind ik het hele goede lipkits. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jij van de lipkits vindt. Ik bedoel, vind je de kleuren ook mooi? Of zijn het kleuren die je zelf nooit zou dragen? Ben je überhaupt een beetje fan van mat opdrogende lipproducten? Ik ben er zelf groot fan van. Maar goed, dat is voor iedereen natuurlijk weer een beetje anders. Ja, ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Ik ben ook benieuwd of jij ze misschien al hebt gevonden bij de Zeeman. Bij mij Zeeman hingen ze bij de verzorgingsproducten. Dus mocht je er benieuwd naar zijn en je kunt ze niet vinden, zou je daar kunnen kijken. Maar ik weet natuurlijk niet of elke Zeeman deze setjes heeft. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!